En ik kan er nu in. En dan krijg ik vlees. Heel veel vlees. Kijk, dit is precies hoe het in de vorige aflevering werkte. En ik heb het gewoon bij mezelf kunnen maken. Yo, kijk, zie je. Ik ben super vet dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Oeh, er wordt hier iets gedropt. Oeh, ik wilde net mijn intro doen. Dankjewel voor de 6 call spawners. Ik heb die precies nodig, want ik heb namelijk een leuk idee. Want de vorige keer in de vorige aflevering hebben wij gezien hoe mensen een soort eigen farm idee hadden voor hun koeien spannen. En dat vond ik super tof. En ik heb een boekje gekregen voor jullie. En ik zou een keer leuk vinden om mee te bouwen. Voor u te helpen krijg je 5 koeispanners van mij. Ik heb er meer dan 600.000 gedoneerd. Ik hou je boekje heel even hier bij de hand, Tijntje. Want ik wil voornamelijk nu heel even zelf iets gaan maken. En dat is namelijk het idee wat ik in de vorige aflevering heb gezien. Wat ik in de vorige aflevering namelijk heb gezien is dus een soort dat de koeien spannen. En dan kan je gewoon met een zwaard erin gaan. En dan kan je heel veel eten en zo krijgen. Want ik heb het eten tekort en het is gewoon makkelijk als ik daar gewoon eventjes in kan duiken. En gewoon eventjes geld kan gaan verdienen. Ik denk dat ik het hier bovenop wil gaan bouwen. Dus ik denk dat ik het ongeveer deze grootte wil gaan maken. Wow, waarom is dit zo'n andere biome kleur? Wow, het ziet er heel apart uit. Ik denk dat ik het namelijk ongeveer deze grootte wil. In gras. Ik heb niet zo heel erg veel gras. Ik moet daar waarschijnlijk bij kopen. Maar ik denk dat het slim is dat ik eerst gewoon alles even lekker op ga vullen. Zo, even opvullen. En dan doe ik dadelijk gaten erin staan op bepaalde plekken om spawners kwijt te kunnen. En ik heb nog veel meer spawners nodig hoor. Dus ik moet die zeker nog of een keer gaan kopen. Of ik moet er nog überhaupt gewoon een keer iets mee gaan doen. Zo, even kijken. Dit nog eventjes opvullen. Zo. Oeh, er is best wel veel om op te vullen trouwens. En ik heb veel meer gras nodig. Want jullie wilden zien dat ik wat meer ging bouwen op het eiland. Nou, weet je wat? Vooruit, dan ga ik dat wel doen jongens. Omdat jullie het zo graag willen, ga ik wel wat meer maken op het eiland. Iedereen wil heel graag helpen. Het hoeft niet, want ik moet het schijnbaar zelf doen van mijn kijkers. En een boek. Nee, ja, dit is deur. Dit is vervelend. Ik wil gewoon gras hier hebben. Een written book. Hallo. Kan ik helpen met je island? Nee, dit keer niet helaas. Het spijt me. Zo. Heb ik genoeg? Oh, ik heb precies genoeg. Ha, de laatste. Ik heb gewoon geen gras meer in mijn inventory. Super nice. Oké, wat ik wil is... even kijken. Hier... En dan wil ik om de 2 wil ik een gat graven. Oké, dat werkt wel. Om de 2 en dan hier wil ik een gat. En dan wil ik daar een gat. En dan wil ik hier een gat. En oké, verder dan dat kan ik niet. En dan wil ik hier een gat. En dan wil ik daar een gat. Hier wil ik een gat. En hier tussen, hopelijk past het trouwens. Oh, dit past precies. Oh, dat wist ik wel. En die weg... En die weg. En deze weghalen. En deze weghalen. Oké, dus nu heb ik mijn gaten gegraven. En ik kan nog geen koeienspanners plaatsen natuurlijk. Ik ga even naar de slash shop. En dan zoeken we naar building blocks. Next page. En ik zoek eigenlijk wood and stones. Daar zocht ik. Stone bricks, 64, ja, koop die maar een aantal, dankjewel. Die heb ik even een aantal nodig, zo, super chill. En dan doe ik dit heel eventjes hierin zetten, die zet ik even hierin. En wat ik wil gaan doen, is hier een muurtje omheen maken. Zodat de koeien in ieder geval niet kunnen ontsnappen. Wow, dat hoogspringen is aan de andere, ene kant super chill, aan de andere kant eigenlijk super irritant. Oké, in ieder geval, ik moet zo deze hoogte, moet ik even beginnen. Want ik moet het... 2 hoog proberen te maken. Zo en zo. Nice. En dan komt er nog een laagje sowieso bovenop. Zo, dan kunnen de koeien hier in ieder geval niet uit ontsnappen. Als ik dit ga activeren. Zo. En de binnenkant mag natuurlijk nog veel meer details. Er kunnen nog wat leuke blokjes aan de binnenkant komen van het grasveld. Maar even het grasveld is gewoon handig. Omdat ik daar een beetje dan mijn idee heb hoe ik het wil hebben. Gaan we hier dit nog heel eventjes opvullen. Naar de achterkant, zo. En het gaat al redelijk goed, het gaat goed. Misschien kan ik het even hoog maken zoals het hier is, zeg maar. Dat is misschien wel nog wat beter eigenlijk. Oké, en dan doen we dit hier nog even een randje eroverheen. En dan doen we... Oh kijk, dan is het wel... Oh, ik kan ook gewoon vliegen, wat ben ik moeilijk aan het doen. Zo, en dan kan ik dit hier opvullen. En ik maak het net zo hoog als dit. Ik denk dat het net zo makkelijk is. En dan maak ik er dadelijk gewoon een leuke... ingang naartoe, want dan ziet het er ook tenminste nog een beetje mooi uit in plaats van gewoon een saai veldje. Zo, gaan we dit gewoon lekker opvullen. Het gaat goed. Hey, iemand dropt
droppen blokjes voor mij. Thanks. Geen idee wie het was, maar oprecht chill. Oké, thanks. En dan gaan we dit even verder opvullen. Zo. En dan zijn we op het einde. Draai weer naar rechts. En nou, zo zitten we gewoon lekker ons dingetje op te vullen. En ik heb speed en boost en alles. Daarom bouw ik ook zo sloom. Want anders vlieg ik er vanaf. Oké, dus dit is een beetje het idee. Het ziet er wel nice uit. Ik kan alleen niet tegen dat dit randje eigenlijk één te lang is. Jurien, je maakt het fout. Dat bepaal ik zelf wel wat ik doe. En hier een koeispader. Kijk, zie je het werkt goed? Perfect. Een koe. Koeispader. Kijk, ik doe het niet verkeerd, toch? Ik doe het perfect. Dit is precies wat ik wilde. Nou, top. Oké, wat ik nu wil is eventjes denken. Ik wil even een crafting table. Ik heb hout nodig. Hallo, heb ik hier hout? Ik heb hier mijn gesorteerde kisten. Kan ik hier iets vinden? Hout. Kijk, hout. Super dat het zo gesorteerd is. Heel erg relaxed. En dan doen we dit heel eventjes in een crafting table maken. Want die crafting table kunnen we elke keer gewoon makkelijk gebruiken. Zet ik die hier neer. En dan wil ik hier even stairs van maken. En zo, en meer stairs. Nice. Ik heb er nu 40. Even kijken hoe ik het wil hebben. Want er moet hier in ieder geval een mooi ingang komen. Ik heb een pickaxe nodig. Waar? Armor en tools. Pickaxe, dank u. Ik heb een pickaxe. Oké, ik wil hier een leuke opening zo ongeveer in het midden. Zoiets als dit. Ja, en dan wil ik hier gewoon een leuke opening. Ja, nice. Super cool. Dan, waar zijn mijn stairs? Oh, hier zitten mijn stairs. Wil ik die? Nee, hij zit ondersteboven. Waarom? Oh nee, ik heb geen andere slabs. Maar ik plaats dit eronder, ziet toch niemand. Zo, top. Ziet niemand. Niemand weet het. En dan doe ik die zo. En dan doe ik die zo. En dan doe ik die zo. En dan heb ik een leuke ingang. Ja, ik vind het prima. Zo, zo, zo iets. Dit is een prima ingang. En dan moeten er natuurlijk wel deuren voor, want anders kunnen ze ontsnappen. Dus wat ga ik doen? Ik doe van die trapdoors. Even kijken, ik heb iron. Ik heb iron als het goed is. Ik heb ook anders een farm. Oké, ik kan hier gewoon wat iron uitpakken. En wat ik nu wil is terugvliegen naar mijn crafting table. Waar staat mijn crafting table? Oh hier, koe, je verbergt mijn crafting table. En wat ik nu kan doen is als het goed is... hoe maak je trapdoors van iron? Of is dat in een vakje? Ja, zo maak je die. Oké, top. Ik heb er 2 nodig. Lekker. Dan doe ik die hier neerzetten en dan doe ik die hier neerzetten. Want dan kan je naar binnen lopen en dan weet je tenminste wat het is. En deze moet ik dan eigenlijk... Oh, ik hoef echt maar 1 keer te klikken en dan zijn ze al kapot. Dat is echt sick. En dan moet ik nog even van die pressure plates hebben. Zowel aan de binnen- als buitenkant. En die moeten van iron worden, want als dieren er overheen lopen, worden ze ook geactiveerd. En dat moeten we niet willen. Oké, ik heb er nu 4. Even kijken. Heavyweight pressure plate. Nice, daar zochten we. Die plaatsen we hier. Deze plaatsen we hier. En ik kan er nu in. En dan krijg ik vlees. Heel veel vlees. Kijk, dit is precies hoe het in de vorige aflevering werkte. En ik heb het gewoon bij mezelf kunnen maken. En nu gaan we heel even nog op de details af. Even kijken. Ik wil die nu nog heel even weg hebben. Want ik wil deze rand... wacht. Even kijken. Die moet even weg. Die mag je hebben. Speciaal voor jou. Je kan er niet bij, hè? Sorry. Ik heb alleen nog... Even kijken, shovel nodig. Die heb ik waarschijnlijk ook bij Armor and Tools wel één. Kijk, een shovel. Ik heb zoveel spullen op mijn eiland waarvan ik gewoon niet weet wat het allemaal is. Zo, gaan we hierheen. En dan gaan we dit even allemaal in één keer. Zo, dit is goeie. Nee, ik heb hierheen weggeslagen. Die is nu van deur. Al wat lelijk. En deze nog even wegstaan. Want dan kan ik... Oh, dit is stairs. Oh, ik ben niet heel goed bezig of zo tot nu toe, jongens. Het gaat niet heel erg soepel. Oké, dit kan ik in ieder geval zo doen. Oké, dat helmpje, dat hou ik dan wel even op. En hier hebben we nog meer stone bricks. Nice. En dan kunnen hier de pressure plates komen. Ja, sick. En dit is eigenlijk een beetje het idee erachter. En voor de leuke afwerking kan ik hier nog even een mooi randje met stairs doen, denk ik. Zo langs de kant. Ziet er gewoon wat leuker uit. Dus ik moet eigenlijk nog gewoon wat meer spawners nu verzamelen, is het eigenlijk. Even kijken, zo, want ik heb nu een stuk of 11 gekregen
van de mensen die hier eigenlijk hier heet het aan het rondvliegen zijn. Super chill. En hier nog een keertje, hoppa. En dan hier de langs de rand afwerken. Super chill. Je staat hier weer in de weg, heel vervelend. Zo. Maar het werkt wel zoals je ziet, dus dat is heel erg nice. En ik zou eventueel ook heel de ondergrond kunnen maken van hoppers. Dus dat zou eventueel ook nog kunnen. Want als ik nu gewoon sla, kijk, weet je, ik heb gewoon weinig eten nu. Nou, dat is het probleem opgelost. Dus op zich werkt het perfect. Hoe jij hierop komt, dat snap ik ook niet. Ik doe echt mijn best om alles zo... Oh, je hebt gym, oké. Ze hebben gym boost, dat is de reden. Dus eigenlijk is dit een beetje het dingetje wat ik wilde maken vandaag. En het is eigenlijk verdomd dus goed gelukt om mijn eigen mini farmpje eigenlijk te maken. En ik zou aan de bovenkant voor de leuk zou ik ook nog even zo'n randje kunnen doen. Zodat het gewoon wat mooier uitziet. En even deze twee weghalen. Ik heb ze verkeerd omgeplaatst. Gewoon lekker zo. Lekker het randje naar boven. Ik vind dat wel mooi uitzien vanuit de binnenkant. Buitenkant niet zo. En misschien kan ik de bovenkant nog een keer opvullen met glas. Zodat niet echt mensen erin kunnen springen als ik hier bezig ben. Want dat is misschien wel een beetje storend. Ik denk dat ik dat zo meteen ook nog even misschien wel ga doen. Na de aflevering. Want ja, dat is gewoon glas plaatsen. Dat is verder echt heel erg saai om naar te kijken. Wood en stone. Die heb ik nog iets meer nodig. 64 keer. Doe maar een keer 2. Dank u. En dan kan ik bij mijn crafting table kan ik dit laten maken. Zo, 40 stuks heb ik er weer. En nu kan ik ze gewoon hier zo tegen de muur aan... Oké, anders niet. Hup, wegwezen. Tegen de muur aan plaatsen. En dit gaat de goede kant op. Zo, ik krijg in één keer speedboost. Dus ik kan in één keer sneller plaatsen. En dat is heel storend. Zo, ik vergeet deze rand gewoon. Deze mag ik ook niet vergeten. Daar gaan we weer. En, dit gaat super goed. Zo. En hier zit er een in de weg. En dat was hem. Dus dit is een beetje het farmpje idee wat ik wilde maken. En zoals je ziet, het werkt gewoon perfect. Dit is gewoon een cool keer 76. Mochten mensen die op dit eiland zitten honger hebben of een keertje spullen willen verzamelen. Nou, dat kan nu. En je kan zo ook een hoop XP verzamelen. Mocht je dingen willen enchanten hier. Kijk, ligt gewoon genoeg beef en ladder, dames en heren. Ik ben er trots op dat het gewoon is gelukt. Ik denk dat ik nu het dak nog van glas wil maken. Zodat niemand echt makkelijker in kan springen. Dit wil ik ook nog een keer eigenlijk opvullen helemaal met glas. Omdat heel veel mensen droppen er nu ook rotzooi in. Dat is een beetje irritant. Maar, weet je, als ze door dit glas heen kunnen komen, kunnen ze daar vast ook wel doorheen komen. Maar goed, dit zijn leuke dinkies. Dit zijn boekjes. Boekjes waarom ze vragen om te helpen. Dit zijn de creditnota's. Zal ik de volgende keer even naar kijken. En ik ga even kijken of hier nog dingetjes verder in zitten. Jurian is een boekje. Ik lees de boekjes allemaal nog een keer. Een hopper. Random zit erin, hier zit niet echt iets meer in en hier zit ook niet echt iets meer in. Dus dit is een beetje nu de stand van zaken. En ik ben heel trots dat ik nu zelf iets op mijn eiland heb gemaakt. Want dan wilden jullie graag zien dat ik een keer zelf iets ging maken. En ik kan er nu gewoon in en uit lopen en heb ik gewoon een schitterend bouwwerkje gemaakt. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke Skyblock aflevering? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, mocht je de server willen joinen, check het IP. Die staat natuurlijk in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, misschien kom even gezellig kijken op mijn eiland. Kijk als je daarheen gaat, dan kan je lekker kijken op mijn eiland. En dan zie ik jou heel erg graag in de volgende video. Ciao!